Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans, ik ben schrijver en ik ben hier regelmatig op Land van Lezen te vinden met een nieuwe vlog. En speciaal voor de Kinderboekenweek maak ik een serie vlogs die alles te maken hebben met vriendschap en natuurlijk met de kerntitels, gekozen door het CPMB. En in deze vlog aandacht voor de kerntitels voor groep 7 en 8, en dat zijn er 5. De eerste, De Grondel en de Garnaal. Echt een geweldig boek, waarin je van alles te weten komt over het dierenrijk. Nou, dat leeuwen zebra's verslinden en spinnen vliegen, maar dat ze ook bijzondere vriendschappen kunnen hebben. En dat allemaal in dit boek, prachtig geïllustreerd. Zeker een aanrader om in de boekenkast te hebben, want kinderen zullen ervan genieten. Het tweede gekozen boek is dit boek, Evie, Nick en ik. Echt een sprankelend boek waarin eigenlijk alle volwassenen bijrollen vervullen. Draait echt rondom de emoties van 3 kinderen. En in het boek is Flora, nou, een beetje een teruggetrokken meisje. En ze woont tegenover een villa. En in die villa komt een super arrogant meisje te wonen, Evie. En omdat de vader van Flora de tuin rondom die villa aan gaat leggen, en de zomervakantie is, dus Flora gaat helpen, gaat Evie zich aan Flora opdringen. Maar zal het tot een vriendschap komen? Het derde boek is Ik ben Vincent en ik ben niet bang. Nou worden wel vaker in jeugdboeken pesten of pesterijen beschreven, maar zelden zo intens als in dit boek. Nou, en wat er nou zo anders of bijzonder is aan Vincent? Niemand die het eigenlijk weet, en Vincent zelf ook niet. Maar toch wordt hij dagelijks met pesten geconfronteerd. En zeker door een grote groep jongens die hem eigenlijk gewoon dagelijks mishandelt. Nou, en elke dag voor Vincent is een leven van Vincent versus de rest. Een beklemmend, mooi, goed geschreven boek. Het laatste boek is het boek Niet Thuis. En het berust gedeeltelijk op ervaringen, eigen ervaringen van de schrijver. Nadat een groepje kinderen in een woongroep is terechtgekomen, komen ze er toevallig achter dat de woongroep misschien wel binnenkort wordt opgeheven. En dat heeft alles te maken met de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente. Nou, onder leiding van de oudste van de kinderen gaan ze daar een stokje voor steken. Ze gaan weglopen en ze halen zelfs het landelijk nieuws. Maar zal het genoeg zijn om de woongroep te behouden? Nou, bij al deze 5 boeken is er een lesbrief door Land van Lezen ontwikkeld en die kan je gratis downloaden op de site van Land van Lezen. Heel veel plezier tijdens Kinderboekenweek en met al de activiteiten die je bij deze boeken kan doen. Dag, tot de volgende keer!